30. Voor de wedstrijd, Kater. Heracles Utrecht. Thuis. Jullie konden een aantal heerlijke prijzen aan de kinderen uitreiken op verloting. En dat, ja, dan zie je hoe blij die gezichtjes je aankijken. Ja, dat klopt. Ja, ze hadden mooie prijzen. Wedstrijdkaarten waren erbij, een bal, een sjaal. Ja goed, als kind word je daar blij van. Dus ja, super. Kinderen die ook supporter zijn van Heracles. Ja, daar ga ik wel een beetje van uit. Ik zag wel tussendoor nog een Twente logo. En die heb ik maar even zwart gekrast, maar nee, voor de rest volgens mij zijn ze hier allemaal wel Heracles minded. En ja, goed, dat is natuurlijk leuk. Wat ik net ook zeg, het is leuk om die binding onderling te vergroten. Dat is ook goed, denk ik, voor beide. Ik bedoel, wij zijn zelf ook als amateurvoetballer begonnen bij een klein clubje. En mogen dan nu in de stadion spelen. En ja, goed, dan is het ook leuk om die jonge kleine voetballertjes en voetbalsters een leuke dag te bezorgen. En natuurlijk een enorme, leuke, lekkere droom voor die jeugd om straks de plaats in te nemen als jij niet meer voetbalt. Ja, dat gaat gebeuren. En ja, dat is ook heel leuk natuurlijk. Dat gaat allemaal verder en dat gaat allemaal door. En in mijn geval misschien best snel. Dus ja goed, we gaan het zien. Succes. Ja, dankjewel. Op het CSG het Noordic aan de Catharina van Renneslaan doen ze aan pauzesport. En dat doen ze met de methode Beweegwijs, die het afgelopen jaar in samenwerking met het beweegteam van het Noordic is ontwikkeld. Gymdocent Dennis Batenburg en vestigingsdirecteur Jeroen Langbroek namen de methode maandag officieel in ontvangst. We zijn hier nou net bij het Noordic bij de pauze van de onderbouwleerlingen, eerste en tweede klas van het VMBO. En wij doen elke dag voor de kinderen in de onderbouw doen we sport aanbieden. En we staan hier nu bij achter mij de Bannakooi, waar leerlingen dus voetbalpotjes tegen elkaar spelen. Maar we hebben een heel arsenaal aan dingen die we doen. Oefeningen en plekjes waar leerlingen kunnen sporten in de pauze. Maar het is toch zo dat kinderen het altijd wel lekker vinden om sport te doen. Wat is er nou zo bijzonder aan pauzesport? Nou, vanuit de basisschool is het eigenlijk een bekend iets dat leerlingen in de pauze bewegend bezig zijn. Op het voortgezet onderwijs is dat eigenlijk heel ongebruikelijk. Je ziet heel vaak in het verleden dat leerlingen gewoon gaan zitten en verder niks meer doen. Dat is te weinig bewegen. En wij zijn de eerste school in Nederland die begonnen zijn om in de pauzes sport aan te bieden voor de kinderen. Beweegwijs is een methodiek voor het onderwijs ontwikkeld, een methodiek om kinderen beter te leren spelen. En dat is in eerste instantie ontstaan voor het basisonderwijs van 4 tot 12 jaar. Is succesvol op allerlei plekken in het land. Kinderen gaan meer bewegen, minder conflicten, meer plezier op het plein. En dat succes wilden we voortzetten richting voortgezet onderwijs. Dus als kinderen van de basisschool komen en ze komen op deze school, is er in de pauze ook activiteiten doen, net als op de basisschool, alleen soms wat andere spelen en nog weer wat meer uitdaging, zodat kinderen hun schooldag gezond doorkomen. Ja, een gezonde school is een school waar kinderen en denken aan hun dagelijks eten, zeg maar, en ook denken aan goed bewegen, goed sporten, een gezonde geest en een goed lichaam is een bekend one-liner, maar het is wel erg belangrijk dat het inderdaad werkelijk ook op die manier gebeurt. En dat is een gezonde school. Ja, wat doet het Noordic eraan? Wij zijn heel actief met onze kantine. We hebben vrij recent ook de Gouden Schaal gewonnen. Dat betekent dus dat je als school echt een gezonde kantine hebt. Voldoet aan een aantal landelijk gestelde criteria. We zetten heel erg in daarnaast op bewegen. We zijn onlangs gestart 3 jaar geleden met Beweegwijs, pauzesport. We bieden daar allerlei activiteiten aan. Dat doen we samen met een
organisatie Beweegwijs, die ondersteunen ons daarin. En docenten en leerlingen, want die betrekken we daar ook weer in. Want we vinden het heel erg belangrijk dat die integratie plaatsvindt. Houden zich dus bezig met het aanbieden van die pauzesport. Waarbij we dus leerlingen de gelegenheid stellen om dus actief te bewegen. Maar ook onze eigen leerlingen in de bovenbouw inzetten om die leerlingen weer te begeleiden en te ondersteunen. Maar wat blijkt als je veel beweegt en wat minder stil zit, dat je dan beter presteert in de klas. Dat je betere doorbloeding hebt, dat je fitter bent en dat je daarna weer beter presteert. En nou ja, dat proberen wij te gebruiken. En niet alleen met bewegen en sport, maar zelfs ook met bewegend leren op gebied van bewegend rekenen of bewegend taalactiviteiten bijvoorbeeld. Een heftige brand brak in de nacht van dinsdag op woensdag omstreeks 3 uur uit in het centrum, in de Stadsbrasserie aan de Kerkstraat. Uit voorzorg bracht de brandweer 5 bewoners van omliggende panden elders onder. Hey Sterre, wat vind je van al die drukte? Of weet maar niks? Nee. Nee, ik weet maar niks? Als ik niks zie dan. Iets bijzonders, want je bent hier dan vandaag wel voor deze prijs. En dat is natuurlijk fantastisch, maar we hebben ook begrepen dat jouw dochter vandaag jarig is. Dus het is eigenlijk een dubbel feest. Ja! En we hebben voor jou ook een aardigheidje. En dat is ook een bloemetje, maar dan een lekker bloemetje. Ja, kijk. Leuk. Ze komt dan. Maar deze kan je niet in een vaas zetten. Ja, kan je wel, maar moet je niet doen. Maar deze is lekker om op te snoepen. Die is voor jou. Alsjeblieft. Nou, alsjeblieft. Leuk. Kijk. Nou, hartstikke goed. Leuk zo. Ik denk dat het wijkgebouw zeker een functie in het centrum heeft. We breiden steeds meer uit, er komen steeds meer mensen weten ons te vinden. En we zijn daar blij mee en dat is ook de bedoeling van het DOC. Volgens mij gaat het onderzoek veel meer op van wat hebben ze nodig in de wijken om activiteiten te kunnen blijven behouden, plaats kunnen laten vinden, ook in relatie tot de wijkaccommodaties. En ik merk dat juist bij deze mensen ontzettend veel creativiteit, kennis en kunde zit waar wij als gemeente gebruik van kunnen maken.
Wij zijn al vanaf 2006 bezig dat wij constant ons moeten bewijzen. Dat wij steeds weer actie moeten voeren en dat wij ons de gemeente duidelijk moeten maken dat het wijkgebouw een gegeven is in de wijk. En dat wij iedere keer weer moeten bewijzen dat wij, dat wij daar gewoon... Een feit zijn. Waar de discussie zich met name op richt, zijn de wijkaccommodaties die qua beheer of onderdelen maken van het beheer wat wij regelen via ACRE, of waarbij wij het beheer en de exploitatie subsidiëren. Er zijn ook verschillende wijkhuizen, buurthuizen, zo u wilt, waar wij geen subsidierelatie mee hebben. En deze draaien dus geheel zelfstandig. Wij moeten ons steeds weer onze bestaansrecht bewijzen. Daar worden we een beetje moe van. Vooral de vrijwilligers, die worden een beetje actiemoe. En we vinden dat niet kan. De vrijwilligers zijn ervoor om mensen te helpen, om activiteiten te organiseren. En dat moet je ze niet afpakken. Doc, ook daarin heb ik aangegeven, zien wij mogelijkheden. Dat zien zij zelf ook. De heer Van Duiven gaf ook vanavond verschillende voorbeelden waarbij hij ook zegt, onder andere bijvoorbeeld huiskamers voor ouderen die daar nu plaatsvinden. Dat zijn activiteiten die zij de laatste tijd ook ontwikkeld hebben. Daarmee geven zij ook aan van dat er ook nog mogelijkheden zijn om optimaal gebruik te kunnen maken. Maar ook op een wat andere wijze van het DOC. Magnetron. En wat is er met een magnetron aan de hand? Nou, ik hoop nou niks meer, maar hij woont niet meer aan en uit. En niet warm worden. En dat doet hij nou hopelijk wel, ja. Maar het lijkt me wel, met die monteurs, dan moet dat lukken. Allereerste keer. En hoe lijkt u het? Lijkt me heel leuk. En heel goed. Het zijn goede mensen. Wat repareer je zoal? Nou, bijna alles. Magnetrons, alles, elektroapparatuur, elektrisch, mechanisch, alles wat met de plaatsen komt. En hoe ben je hier zo gekomen? Nou, ik zag een advertentie in de krant over de repaircafés. Dat er zoveel waren in Nederland. Dat leek me ook wel interessant. Dus elke keer weer druk. We hebben altijd, ik denk vandaag zo'n 25, 30 mensen. Maar om iets laten repareren. Altijd één keer in de maand, Kruisweg 2. Bij Avelijn. Dan zijn we aanwezig, vrijdagmiddag. Dus ze hadden alleen een vrije gift. Dus als het niet lukt, dan ben je niet verplicht om iets te betalen. Ik doe repair, de kleding, gordijnen, beddengoed. Alles wat kapot is, probeer ik te maken. En de naaimachines. Ik ben gastvrouw hier en probeer de mensen ook op hun beurt hun apparaten te laten repareren. Dat ze niet heel lang staan te zitten te wachten, maar soms duurt het wel wat langer. Ze krijgen een briefje van mij met een nummer erop en met wat er gerepareerd moet worden en met hun naam. En als het klaar is, dan krijg ik hem weer terug. En wij vragen daar een vrijwillige bijdrage van. We doen ons best, maar het lukt niet altijd. Nee hoor, het is soms heel druk en vandaag is het met name weer heel druk. We hebben al meer dan 26 mensen gehad hier die weer wat gemaakt willen hebben. En de een doet dat, is het maar een klein klusje. Maar er zijn soms ook apparaten waar ze, met name met Senseo-apparaten, zijn ze ik weet niet hoe lang bezig. Dus ja, dan duurt het allemaal wat langer. Ik sta hier bij
drie atleten die net terug zijn van de marathon. En waar hebben jullie die gelopen? Die hebben we afgelopen zondag in Tokio gelopen. En hoe was dat? Ja, het was geweldig om mee te maken. Het was voor ons natuurlijk niet de eerste marathon. Maar ja, dit is wel een van de grootste marathons ter wereld die gehouden wordt. Dus het was gewoon leuk om deze ook van ons lijstje af te kunnen strepen. Hoe was het om in zo'n hectiek te moeten lopen? Ja, dan moet je proberen gedachten rustig te houden. Kopje erbij, zorgen dat je de warmte onder controle houdt. Het was heel erg warm. En ja, 4 uurtjes lang genieten. En dan kom je over de finish en dan geef je elkaar een omhelzing. Dus het was echt genieten om daar te kunnen lopen? Ja, wat een unieke wereld. Heel wat anders dan New York waar we zijn geweest, Chicago, Azië. Echt een ja, hele andere wereld belevenis. Wat was er zo anders in Tokio? Ja, er waren wel minder mensen dan in New York. Ja, ander stijl van eten, ander stijl van infrastructuur. Alles was anders daar. Ja. En als je eerlijk moet zijn, wat vond je tot nu toe de leukste marathon die je gelopen hebt? Voor mij was dat toch wel New York. Omdat daar ja, de mensen het meest enthousiast langs de kant staan om je aan te moedigen. En dat geeft je toch ook wel een boost als loper. Dus, En geldt dat ook voor jou? Ja, daar waren we ook met een veel grotere groep. Dat was één groot feest waar ze hadden. Nou waren we met z'n vieren, daar hebben we het ook helemaal goed gehad. Maar dat New York, dat was echt uniek. Dat was de mooiste. En hoe hebben jullie je deze keer voorbereid? In de winter, hè. Dus dat is heel lastig natuurlijk om in de winter te lopen. Normaal New York, Chicago, Berlijn train je altijd in de zomer. Dat is wat makkelijker en nu ook net met de decembermaand, drukke decembermaand voor achter ons. Moet je dan voorbereiden op februari de Tokyo Marathon. Dat was wel heel zwaar. Dus, en hoe is het je dan toch gelukt? Hierboven sterk zijn. Geldt dat ook voor jou om je extra te moeten motiveren? Ja, sowieso een stukje discipline wat je moet hebben. Voor mij was dit ook de marathon met wel de minste voorbereiding. Maar dat heeft ook, wat Gabriel ook zegt, met de winterperiode te maken. Omdat het dan toch minder prettig is om te lopen voor mij. Ja. En hadden jullie ook nog blessures? Hebben jullie daar nog mee te kampen gehad onderweg? Die hadden we ook. Dat was hier in Nederland. En daar hebben we hier een goede vriend van ons, Paul van Iersel. En die heeft zich daar heel erg druk over en meegemaakt. En op de dag van de marathon was die over en ging helemaal goed. En een van jullie vrienden is nu niet aanwezig. Heeft hij hem ook goed kunnen volhouden? Ja, die heeft ook perfect gedaan. Hij heeft 1,5 jaar niet gelopen. En de laatste 3,5 maand is hij gaan voorbereiden hiervoor. En ook toch gelukt. Fantastisch natuurlijk. Hij kon er helaas niet bij zijn vanavond. En dit was ook voor ons een verrassing. We wisten dat ook niet. Dat al deze mensen vanavond hier zouden zijn. Dus dat is weer even opnieuw oppeppen. Ja. Ja. Ja, goedemorgen. Ja, we staan hier om actie te voeren voor het behoud van de spoedeisende hulp bij de streekziekenhuizen. Er zijn plannen van VVD, PvdA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie om een derde van de spoedeisende hulpposten de komende periode om daar flink op te gaan bezuinigen. En daar zijn wij fel op tegen. Zorg in de regio vinden we net zo belangrijk als zorg in de stad. We delen EHBO-doosjes uit als ludieke actie, zeg maar. Maar er zit natuurlijk een hele serieuze ondertoon achter. Want ja, op het moment dat er bezuinigd gaat worden op de spoedeisende zorg, we weten niet om welke ziekenhuizen het gaat. Maar het kan dus zomaar zijn dat je 1,5 uur langer moet reizen om de goede zorg te krijgen. Thank you.
op het terrein van het ziekenhuis mogen we niet filmen. Nou ja, dat ligt natuurlijk altijd gevoelig. Hè? Wat ik al zei, we weten niet om welke ziekenhuizen het gaat. Het kan dus ook gaan bijvoorbeeld om Hardenberg of Hengelo, Almelo. We weten het niet. Maar goed, dit ziekenhuis, we staan hier gewoon als symbool voor de streekziekenhuizen. Om zo aandacht te vragen voor deze bezuinigingsvoorstellen van de genoemde partijen. Schaakvereniging Almelo is een florerende club. Schaken is een trek bij de jeugd. Ze maken maar liefst 60% van het ledenbestand uit. Nou, we zijn hier op dit moment in wijkcentrum De Schelf in Almelo. Onder de thuisbasis van onze schaakvereniging Almelo. Schaakvereniging Almelo telt op het moment zo'n 90 leden. Dat is het ene grootste ledenaantal van Overijssel. 60% van onze leden bestaat op het moment uit jeugd. Dus dat is een mooie... Mooie onderlaag voor de toekomst straks, want al die jeugdleden die komen na 10, 20 jaar weer terug omdat ze het schaken bij ons geleerd hebben. Ja, laat mij maar even. Jij bent de iedereen. Hoe oud was jij toen je begon? 6 jaar of zo, zoiets. Ja? Van wie heb je het eigenlijk geleerd? Ik heb het geleerd van mijn moeder. Wordt er veel schaak gespeeld bij jullie thuis? Ja, ik met mijn broer meestal. Hm. En thuis speel ik heel veel op de computer. Dus... Vertel eens, waarom is schaken zo leuk? We hadden een les bij Daniel op school. En ik deed een keer mee met schoolschaken. En het was gewoon een leuke sport. En toen bedacht ik om erop te gaan. Train je? Krijg je les? Ja, 1 keer per week op vrijdagavond hier naartoe. En soms wedstrijden. Wat wil je drinken? Hoe staat Almelo ervoor? In de provincie, landelijk? Het eerste team van onze schaakvereniging presteert inderdaad op landelijk niveau. En staan op het moment op een gedeelde eerste plaats in de derde klasse. Het tweede team van onze schaakvereniging komt uit in de promotieklasse van de onderbond, de Schaakbond Overijssel. En ook die doen nog volop mee om het kampioenschap. Die staan nu tweede. Ja. Is er binnenkort nog een belangrijke wedstrijd te spelen? Zeker. We hebben op 11 maart onze volgende competitiewedstrijd tegen de nummer 1. Dat is ZSG uit Zwolle. En degene die daar wint, dus of Zwolle of Almelo, die gaat er waarschijnlijk met het kampioenschap vandoor. Aha. En waar wordt dat gespeeld? Die wedstrijd wordt gespeeld in de Shamrock. En dat is dan in de twee zalen boven de kroeg zelf. Mona, wat verbindt ons in Nederland? Ja, dat is een van de grootste problemen in onze tijd. Mensen zijn ontheemd aan het raken, kijken om zich heen en vragen zich af wat maakt ons nou tot Nederland? Hoe staan we met elkaar in verbinding? Er is een grote kloof aan het ontstaan tussen laag opgeleide en hoog opgeleide. Die mensen ontmoeten elkaar ook bijna niet meer. De vraag van nieuwkomers die naar ons land komen met een ander geloof, met een complete andere kijk op bijvoorbeeld de gelijke positie van mannen en vrouwen, de acceptatie van homoseksuelen. En je ziet alle andere partijen daar eigenlijk een beetje voor wegduiken en zeggen van nou als mensen de taal maar spreken of de vrijheid van meningsuiting. En dat is werkelijk veel te simpel. We zullen weer met elkaar moeten vaststellen wat ons nou tot Nederlanders met elkaar maakt. Ongeacht kleur, geloof,
opleidingsniveau of wat dan ook. En wat CDA betreft is dat vaderlandsliefde. Is met elkaar weer voor het koningshuis gaan staan. En met elkaar accepteren dat het fundament onder onze westerse beschaving de waarden zijn van het christendom. En daarvoor hoef je helemaal niet te geloven, absoluut niet. Maar de gelijkwaardigheid van mensen komt niet uit de Franse revolutie of de verlichting vandaan. Dat is een van de fundamentele noties van het christendom. Beschermingswaardigheid van leven, dat soort zaken. Ja, en als we met elkaar dat weer kunnen vaststellen, dan kunnen we ook onze kinderen dat weer meegeven. Nou ja, en dat is natuurlijk wat bij uitstek ook het CDA is. En een laatste punt, wat ik echt heel belangrijk vind, dat is het weer instellen van een maatschappelijke dienstplicht. Jonge mensen weer meegeven dat je niet alleen rechten hebt, maar ook plichten hebt. En weet je wat nou helemaal het mooie daarvan is? Dan komen hoogopgeleide en laagopgeleide weer ook automatisch met elkaar in contact. Applaus! Yeah! 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 Yeah!